Goedenavond, de beste kijkers van Gamers of Velwerin. Ja, jullie zijn achter aan de thumbnail, hè? Wat is dat nou? Ja, deze kale, oude lul van 50, die luistert naar de naam Ghostkeeper NL, gaat afscheid nemen van Battlefield. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Ik heb net nog een paar potjes gespeeld, Battlefield 4. En wat me het meest irriteert is, nou, je ziet het onderin, iedereen heeft een mic of een koptelefoon of een aparte mic. In ieder geval, ze kunnen communiceren en niemand die communiceert. Ze spelen geen objectives en het grootste punt is bij Battlefield, play the fucking objective. Ja, niet dus. Ik zal je een voorbeeld noemen, ik zat net in een tank en ik had een gunner nodig. Niemand reageert. En toen kwam ik eindelijk in de positie dat ik zelf in een tank kon als gunner. En toen vroeg mijn teammaat, die zegt, ga uit die tank. Nou, daar ben ik helemaal klaar mee. Maar goed, alleen roleplaying games gaat het niet worden voor deze ouwe. Dus ik heb een nieuwe first person shooter gezocht. Die is gemaakt in de nieuwe Unreal Engine. Het ziet er prachtig uit. Hij is ontiegelijk team-based. Alles is juist met communicatie. Je speelt ook objectives en dat soort dingen. Alleen niet op een arcade-achtige manier zoals een Battlefield. Ja, maar meer gewoon tactisch. Een beetje meer zoals squad, als jullie wat zeggen. Anders moet je het even googlen of op YouTube zoeken. In ieder geval, voor deze is het klaar. Dag Battlefield en dag beste kijkers. Tot later. Hoi.